Goedemiddag allen in deze wel zeer bijzondere setting die voor mij en misschien voor jullie ook best spannend is. Nog nooit op zo'n manier zo'n prijsuitreiking gedaan en nog een keer zo'n grote. Gelukkig is er een enorme batterij aan medewerkers onder wie Saskia van Manen die op afstand zorgen in een studio dat alles in goede orde verloopt. En laten we hopen dat het gaat lukken. Van nu tot 17:15, dat we alle prijzen op een fijne manier kunnen uitreiken. Mijn naam is René van Rijkenvorsel. Ik ben bestuurslid van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Allereerst wil ik jullie eigenlijk nog even apart welkom heten. En dan begin ik met de sponsors. En dan heb ik hier Shell, het Lorenz Fonds, de Stichting Fysica, ASML, Ortec, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, de KNVI, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, KIVI, en het De Zeeuw van Dishoek Fonds. En vooral de 10 afstudeerprijswinnaars. Daarnaast is ook aanwezig Ad IJzerman, secretaris van Natuurwetenschappen van de KNMW, en nauw betrokken bij de prijzen. Dan zijn er juryleden, de juryvoorzitters, die de bijeenkomst via de livestream volgen. Die hebben we ook nog. De 33 aanmoedigingsprijswinnaars die de bijeenkomst ook via de livestream volgen. En alle familieleden, vrienden, collega, belangstellenden die ook de livestream volgen. Allemaal zeer, zeer welkom. In deze sessie gaan we 10 afstudeerprijzen uitreiken ter bekroning van scripties of onderzoekverslagen van masterstudenten. En 33 aanmoedigingsprijzen voor studenten met de beste studieresultaten. In het eerste studiejaar aan een... ik moet even dat beter voorlezen. 33 aanmoedigingsprijzen voor studenten met de beste studieresultaten in het eerste studiejaar van de Nederlandse Instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs. En de nieuwe ET Outreach Award voor wetenschapscommunicatie op het gebied van sterrenkunde. In totaal worden er vanmiddag in drie sessies, dit is de derde, 25 afstudeerprijzen uitgereikt, beschikbaar gesteld door 14 sponsors, 57 aanmoedigingsprijzen, beschikbaar gesteld door 10 sponsors en dus de nieuwe ET Outreach Award. Alles in exacte en technische disciplines. Er zijn maar liefst 6 afstudeerprijzen die dit jaar naar Delft gingen, gevolgd door de UvA, Groningen en Eindhoven met elk 4 winnaars. En het gemiddelde cijfer dat de genomineerden in het eerste jaar voor een vak behaalden bedroeg ongeveer een 9. Een gemiddelde dat per opleidingsrichting natuurlijk wel varieerde. De hoogste gemiddelden werden behaald in wiskunde, informatica en natuurkunde. Het aantal vrouwelijke prijswinnaars lag dit jaar rond de 30%, iets lager dan vorig jaar. En vrouwelijke prijswinnaars vinden we vooral bij farmacie en de biomedische technologie en biologie. Nu wil ik jullie allemaal vragen om je camera en je geluid uit te zetten voor zover je dat nog niet had gedaan. Dat mag straks weer aan als je prijs aan de beurt is. En het slimste is om ook even je instelling op speaker view te zetten in plaats van op gallery view. Dan zie je de spreker volledig in beeld. En dan is het nu aan mij om de introfilm over de KHMW aan te kondigen. Ik had hier achter mij eigenlijk een foto willen hebben van het Hodgsonhuis. Maar mijn technische kwaliteiten lieten me in de steek, dat is me niet gelukt. Maak er wel de das aan, hè? Dat zien jullie. Enfin, we gaan nu naar de film kijken over de KNMW. Zodat jullie dat, voor zover ik nog niet kent, iets beter, dat instituut iets beter kunnen herkennen. De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen is het oudste geleerde genootschap van Nederland. Opgericht in de 18e eeuw door een aantal burgers in Haarlem die zich zorgen maakten over de economie. En men hoopte dat contact met de wetenschap de economie van Haarlem verder zou brengen. Sindsdien komt hier in de Hollandse maatschappij een deel wetenschappers en een deel niet-wetenschappers samen om een bijdrage aan de samenleving te leveren. 2 of 3 keer per jaar hebben we hier een lezing, maar heel veel vaker reiken we hier prijzen uit.
We hebben een aantal beurzen voor studenten. De allermooiste vind ik de IJsinga-beurzen. 50.000 euro per stuk, 5 per jaar, voor een studie economie of bedrijfskunde in de Verenigde Staten. En we hebben heel verschillende soorten prijzen. Met de NRC-essayprijs mag eigenlijk iedereen in Nederland meedoen. En we krijgen ook heel veel inzendingen. Dat is natuurlijk niet primair op de wetenschap, maar juist ook op de toepassing van wetenschap in de samenleving. We hebben de Jong Talentprijzen, dat zijn de hele beginnende wetenschappers. We hebben ook diverse bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomsten van het Dreesfonds over economische onderwerpen. 2 keer per jaar, 1 keer over de miljoenennota, 1 keer over een ander economisch onderwerp. Maar vanwege corona nu in een webinarvorm vanuit dit gebouw. In coronatijd. Een andere belangrijke bijeenkomst die we hebben is de Brouwerconferentie, die we elk jaar in januari organiseren. En die gewijd is aan het thema van de winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs. En dat is de grootste prijs die de Hollandse Maatschappij te vergeven heeft, 100.000 euro per jaar. We zitten hier in het prachtige Hodsonhuis in Haarlem, ooit gebouwd door Catharina Keetje Hodson. Wij zijn pas eigenaar van het pand geworden in het midden van de 19e eeuw. Je kunt weliswaar heel oud zijn en we zijn in 1752 begonnen. Maar je kunt je natuurlijk wel verhouden tot de tijd waarin je leeft. En deze tijd is een tijd dat wetenschap voor iedereen is. We proberen er iedereen voor te interesseren. Ja, als we daar niet op inspelen, dan zijn we oudbollig in plaats van oud. Van oorsprong zijn hier gewoon een aantal particulieren bij elkaar gekomen in 1752 en die hebben geld op tafel gelegd, hun eigen geld. En dan is in de loop van de tijd zijn er veel kleinere en grotere bedragen bijgekomen. Het bestuur krijgt niks. Het is een algemeen nutbeoogende instelling. Alles wat binnenkomt hier is voor het doel het bevorderen van de brug tussen wetenschap en maatschappij. En nu hebben we sinds dit jaar een samenwerking met L'Oréal. Hartstikke leuk, maar we hebben natuurlijk wel meer sponsoren die bij onze prijzen een rol spelen. En we zijn ze dankbaar, want het is ook belangrijk dat die talenten zichtbaar worden voor potentiële mensen die ze graag een baan willen aanbieden. Of die zich realiseren hoe belangrijk innovatie vanuit de wetenschap voor hun vakgebied en hun bedrijf is. Vandaag gezien wiskundigen, sterrenkundigen, biologen, medici en ook een aantal mensen op het gebied van energietransitie en energie die gewoon zo de Nederlandse samenleving verder kunnen helpen. Geweldig om aan mee te doen. Mijn man en ik die wilden eigenlijk altijd de jonge mensen stimuleren in de sterrenkunde en we dachten van ja, hoe kunnen we dat doen? En bij toeval kwamen we in contact toen met de Koninklijke Hollandse Maatschappij die tegen ons zeiden van ja, we hebben prijzen voor de fysica, voor de wiskunde, voor allerlei vakken, maar niks voor de sterrenkunde. Nou ja, toen hebben we die twee wensen bij elkaar gelegd en toen ging het eigenlijk heel snel en heel makkelijk. Ik heb altijd bij het onderzoek het gevoel dat ik nooit echt weet of mijn resultaten heel significant zijn. En daarom is dit voor mij echt heel bijzonder om deze prijs te mogen winnen. Ik denk dat prijzen heel hard nodig zijn, want ik denk dat een wetenschappelijke loopbaan ook een eenzame loopbaan is. En het zijn de momenten waarop de buitenwereld erkent dat wat je werk opgeleverd heeft belangrijk is, die voor een wetenschapper ook de aanmoediging zijn om door te gaan. En je ziet soms dat mensen op hun oeuvre terugblikken, als we een oeuvreprijs uitreiken, dat dan juist die aanmoediging aan het begin zo belangrijk is geweest. Ja, als ik dat zo zie, die beelden van het huis en Louise aan het einde hoor over de wetenschappers die zo'n eenzaam beroep dan zouden hebben, dan is het helemaal jammer dat we niet daar in het prachtige huis aanwezig kunnen zijn om deze feestelijke gebeurtenis te laten plaatsgrijpen. Maar het is niet anders en we mogen ook alweer ons gelukkig prijzen dat de techniek zover is voortgeschreden dat we het nu zo kunnen doen. We gaan over tot de uitreiking van de Shell afstudeerprijzen voor natuurkunde. Dat zijn 3 prijzen van elke 3000 euro. En ik wil Paul Mak vragen, die is Lead Process Integrator bij Shell Project and Technology, om zijn camera en geluid aan te zetten. En dat geldt ook voor Thomas Blank, prijswinnaar van de Radboud Universiteit in Nijmegen, voor Marjolein de Jager, Universiteit Utrecht, en Thijs Wijkamp van de TU Eindhoven. Ik zie hier dat Paul belt in en komt alleen met een foto in beeld. Daar hebben we hem.
Marjolein, dat is leuk om nog even te vermelden, die heeft al eerder een prijs gewonnen, namelijk in 2015 de Jong Talent Aanmoedigingsprijs Natuurkunde. Die is wel eens in het Hotsonhuis geweest dan, mag ik aannemen. Ik geef graag het woord aan Paul. Paul, welkom. Dankjewel. En ook namens Shell alvast gefeliciteerd voor de drie prijswinnaars. Ik zal beginnen met Thomas. Thomas Blank die heeft gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En heeft zich bezighouden met zijn titel van zijn master was Ultrafast Terahertz Control of Anti-Ferromagnetically Coupled Spins. Een hele mond vol. Maar zijn werk is eigenlijk begonnen op basis van een Nobelprijswinnaar Louise Neel. Die in 1970 de Nobelprijs heeft gewonnen voor fysica. En die eigenlijk begonnen is in dat type onderzoek. Hij zei eigenlijk tegen die tijd dat het leuk is om daaraan aan theoretisch te studeren. Maar die zei eigenlijk van ja, ze hebben zo weinig praktische applicaties. Helaas heeft hij waarschijnlijk niet kunnen inzien dat we nu al een stuk verder zijn. En dat onder andere Thomas zijn werk heeft bijgedragen aan dat het niet zozeer useless is, maar dat het zeer interesting is en dat ook een rol gaat spelen in de zogenaamde data- en informatievoorziening. De jury was zeer onder de indruk van het werk van Thomas en ook het opschrijven van toch een vrij complexe materie is zeer goed gelukt. En hij heeft een heel mooi stuk werk afgeleverd en is ook al in de wereld bekend geraakt in deze tak van sport. Want hij is in Tsjechië een heel mooi stukje werk kunnen presenteren in de winterschool. Waar hij zijn eerste werk heeft laten zien. En hij is ook een iemand die zich betrokken voelt bij zijn collega-studenten. En ook jongere studenten, zeker in het bachelorgebied. En heeft ook heel veel werk gedaan om ook zijn medestudenten op een iets hoger niveau te tillen door heel veel bijles en les te geven en examentrainingen te geven. Dus het is niet alleen maar een hele goede onderzoeker, maar ook is bereid om zijn kennis en ervaring te delen met anderen. En dat is een heel belangrijk ander element wat een rol speelt in dit type werk. Als je op een universiteit of aan een research instituut of zelfs bij Shell, is het ook het delen van jouw kennis is een belangrijk element. Wat mij ook opgevallen is van Thomas is dat hij ook in zijn bachelor heeft naast zeg maar de wiskunde heeft hij ook nog even natuur- en sterrenkunde gedaan. Beide bachelors ontvangen met een cum laude. Dus het is een zeer begenadigde student. En ik wens je heel veel succes met je doctoraal en je PhD die je nu gaat doen, begrijp ik. En ik hoop dat er nog heel veel van je gaan horen in de toekomst. En ik stel voor dat we even naar een filmpje kijken. Hoi, mijn naam is Thomas Blank en afgelopen jaar was ik masterstudent bij de Ultrafast Spectroscopy of Correlated Materials Groep van de Radboud Universiteit in Nijmegen en momenteel woon ik in Eindhoven. Ik wil de Shell graag enorm bedanken voor het creëren van een podium en het geven van waardering aan jonge onderzoekers. Persoonlijk geeft de prijs mij een enorme stimulans en geeft het me veel motivatie om door te gaan in het onderzoek de komende jaren. In het kort ging mijn onderzoek van het afgelopen jaar over de interactie van terahertzfrequentie laserpulsen met de magnetisatie van ferrimagnetisch thulium-ijzergranaat. Het hoofddoel is om uiteindelijk de magnetisatie volledig te kunnen controleren met behulp van licht en om de magnetisatie te kunnen schakelen tussen verschillende toestanden wat zou kunnen worden gebruikt voor magnetisch dataopslag. Mijn scriptie opent daarvoor nieuwe mogelijkheden en wanneer het schakelen zou lukken zou dit gebeuren op de kortst mogelijke tijdschaal met de minst mogelijke verlies van energie, wat een verbetering zou zijn ten opzichte van wat er nu gebeurt in magnetische harde schijven. Oké, Thomas, nou, dankjewel. Het was een mooi filmpje. De volgende prijs is voor Marjolein. Marjolein heeft gewerkt in de groep van een andere Marjolein, Marjolein Dijkstra. Misschien ligt het aan de naam dat er zo'n goed stuk werk uit Utrecht is voortgekomen. En Marjolein heeft gewerkt aan kristallen bestaande uit deeltjes met wat we noemen een zacht afstotende kracht. Als ze op korte afstand van elkaar komen.
En ze heeft allerlei nieuwe structuren onderzocht. En ze heeft dat uiteindelijk zeer goed opgeschreven in haar scriptie. En dat is over het algemeen niet eenvoudig. En een heel belangrijk deel is naast zeg maar, de introductie van de theorie, heeft ze ook heel veel, wat ze dan noemen met een duur woord, Monte Carlo simulaties gedaan. Hè. Dat zijn hele grote processen die je moet berekenen om allerlei scenario's en steeds door te rekenen. En ze heeft dat op zeer goede wijze gedaan. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een heel groot, heel mooi stuk werk. En ook daarmee willen wij Marjolein heel erg feliciteren met haar thesis. En ook het feit dat ze nu alweer gestapt is in de volgende journey naar een PhD. Waar ik van overtuigd ben dat het gaat lukken. En ik wens haar heel veel succes in de toekomst. En ik stel voor dat we even kort kijken naar een filmpje van Marjolein. Hello, my name is Marjolein de Jager and I would like to thank Shell for giving me this very nice prize. So I got this prize for the research that I did for a master's thesis. I did my master's at the University of Utrecht and I did this research in the Dubai Institute of Nanomaterial Sciences. And the title of my research was Defects and Nucleation in Colloidal Systems of Soft Particles. So soft particles are particles that are able to deform. So think of them as like very tiny balloons. And because these particles can deform, they can form a whole zoo of different crystal structures. And all these crystal structures, of course, make materials with different properties. So different mechanical properties, photonic properties, etc. But when you make these materials in nature, they're never perfect. So these crystal structures will always have some kind of flaw, some kind of defect in them. And I studied what the effect of these defects would be. So in particular, I focused on two defects. I focused on a hole, so a vacancy, and an additional particle, an interstitial. So I looked at what the surrounding particles would do. Would they maybe move towards my defect? Would they move away? How long range would this effect be? And also what the concentration would be. And additionally, I also looked at the nucleation of a soft system. So the nucleation is the formation of your crystal structure, and I looked what the influence of the softness would be on this nucleation process. And this is also research I'm continuing in my PhD with the same supervisor that I had for my master's thesis, Laura Fillion. So once again, thank you, Shell, and also thank you, Laura. Thank you, Marjolein. I understand I have to do it. I should have done it in English, but never mind. De volgende prijs en de laatste prijs in deze afstudeerprijzen voor vanuit Shell gesponsord is voor, even kijken als ik me niet vergis, Thomas. Of nee, Thomas heb ik net gehad. Dit is even denken hoor, ik moet even mijn voorbereidingen nemen. Thijs Wijkamp uit het Differ Instituut in Eindhoven. Ik zat eerst te denken van, moeten onze vrienden van ASML misschien niet deze prijs uitreiken? Want ik begrijp dat je ook een scholarship hebt gekregen van ASML. He, wat je in staat heeft gesteld om ook naar Californië en de US te gaan, om daar een deel van jouw onderzoek te doen. Thijs is cum laude afgestudeerd met zijn master in Applied Physics, maar daarnaast ook nog een master in Science and Technology of Nuclear Fusion. He, en zijn scriptie is beloond met een 10 en daar het cum laude gedeelte. En hij heeft zijn werk gedaan aan toch wel een bekend fenomeen, dat kernfusie, waar we allemaal proberen te zeggen van dat is het nabootsen van de zon op aarde en dat is uiteindelijk het ei van Columbus, om proberen zeg maar geen CO2 meer uit te stoten. Waren dat niet dat het niet zo eenvoudig is? En Thijs heeft heel belangrijk werk gedaan om te zorgen dat die wolk, die in plasma die daar bestaat, als die eventueel wat elektronen gaat uitstoten, dat die niet tot aanleiding geven dat het materiaal van de wand van de reactor wordt aangetast. En dat is een van de belangrijkste risico's in dit vakgebied. En hij heeft heel veel goed werk gedaan. Hij heeft al ook zijn naam in die hele TCV in Lausanne, waar hij heel veel werk gedaan heeft bij die fusiereactor, heeft hij al een naam bekendheid gekregen. Want hij heeft al heel veel werk, ook heel veel presentaties gegeven en heeft een mooie hypothese opgesteld die wordt aangehangen door een aantal van zijn collega's. En hij is nu alweer begonnen aan zijn PhD, ook aan het Differ Instituut in Eindhoven. En
Ik hoop van harte dat we de plasmawolk die wordt gemaakt in die kernfusie, dat we die kunnen blijven controleren en dat we ook in de toekomst eventueel gebruik kunnen maken van deze toch wel zeer interessante technologie. En waar ook toch uiteindelijk Shell toch wel wat interesse in heeft en al die jaren toch wel blijft kijken naar wat kernenergie, kernfusie, microreactoren, wat die aan opportunities levert om ons te helpen om die zogenaamde energietransitie te versnellen en ook te zorgen dat we toch met z'n allen kunnen voortleven in de welzijn en welvaart die we hebben en allemaal wat verder willen groeien, maar met minder CO2-uitstoot. En kernfusie is natuurlijk een van de zeer interessante oplossingen die eigenlijk zouden kunnen leiden tot een decarbonized future. Waren het niet dat het papier is makkelijker dan gezegd dan gedaan in de praktijk. En ik denk een ander element is dat we ook moeten proberen om de kosten van dat soort oplossingen toch wat naar beneden te krijgen. Maar Thijs, heel mooi stuk werk geleverd. Het heeft je ook in staat gesteld om ook over de grens te kijken met waar anderen mee bezig zijn in Zwitserland, in Lausanne, maar ook in de US en samen met de MIT gewerkt. Ik feliciteer je van harte met deze prijs en ik hoop nog in de toekomst veel van je te horen op het gebied van kernfusie. Ik stel voor dat we even naar een filmpje kijken. Als eerste mijn felicitaties aan alle andere winnaars van de Young Talent Awards en de aanmoedigingsprijzen. Ik wil graag de jury en Shell bedanken voor het toekennen van deze mooie prijs. Mijn naam is Thijs Wijkamp en ik ben sinds een half jaar promovendus aan de Universiteit Eindhoven en de Dutch Institute for Fundamental Energy Research. De grondslag aan de wereldwijde inspanningen om energie op te wekken middels het door onze zon geïnspireerde proces van nucleaire fusie ligt de belofte van een groene, veilige en compacte bijdrage aan de energiemix van de toekomst. Tijdens mijn afstudeerproject bij DIFR en in mijn huidige werk heb ik mij bezig gehouden met één van de grote obstakels voor het realiseren van een reactor op commerciële schaal. Als wij de controle verliezen over de hete soep waarin de fusiereacties plaatsvinden, kunnen er geladen deeltjes genaamd elektronen tot nabij de lichtsnelheid worden versneld. Wanneer deze tegen de muur knallen, kunnen zij de reactor in een onbruikbare staat stellen. Op basis van een camerasysteem met meerdere kleurselectieve brillen op, heb ik gewerkt aan een nieuwe methode om de locatie en de energie van deze deeltjes te bepalen uit het licht wat zij uitzenden. Dit kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van methodes om deze elektronen een halt toe te roepen, met het oog op het grotere doel om in de komende twee decennia aan te tonen dat nucleaire fusie de energiebron achter de wereld van morgen is. En nu mag ik weer. Dankjewel Paul voor deze mooie introducties van deze drie hele knappe koppen. Die ik heel erg hartelijk feliciteer. Thomas, Marjolein, Thijs, echt super gedaan. En als ik het zo hoor en zie, dan dachten jullie nog een hele grote toekomst. En kan de wereld echt beter worden door jullie bijdrage. Dus fantastisch. Zeer onder indruk. Ik wou vragen of jullie de winnaars de camera en geluid weer willen uitzetten. En dan wil ik eventjes de aanmoedigingsprijzen van scheikunde de winnaars noemen. Dat zijn 7 prijzen van ieder €500. En ook gesponsord door Shell. Heel ruimhartig. En dat zijn Madouk Bergers van de TU Delft. Emil Hocic van de Universiteit van Amsterdam. Bente Jacobs van de TU Eindhoven. Iggy van der Meulen van de Universiteit Leiden. Hester Noordmans, Universiteit Utrecht. Berjan Stouwi, Rijksuniversiteit Groningen. En tenslotte Michiel van Wel, Radboud, Universiteit Nijmegen. Ook jullie allen zeer gefeliciteerd. Jullie zijn als toehoorders aanwezig, maar ik hoop dat jullie er zijn. Top gedaan. En ook jullie zal even een kleine laudatio ten deel vallen door Paul Mak. Nou, dankjewel. En allemaal zeer erg gefeliciteerd met deze aanmoedigingsprijs. Hè, die we zien als een stimulans hè, om na het eerste jaar goed te zijn doorgekomen om verder te gaan in de eerste stap in jullie academische carrière. En je ziet ook bij Marjolein, hè, die heeft haar prijs
in de aanmoedigingsprijs volgens mij in 2015 of 16 gekregen. En heeft haar enorme goede stuk werk doorgezet. En nu heeft ze de afstudeerprijs gewonnen. Dus dat ligt mogelijk in het verschiet. En een bedrijf als Shell blijft, ondanks het feit dat we hier en daar wat tegenwind hebben, zeer geïnteresseerd in jonge lui die geïnteresseerd zijn in wetenschap. En ook de toegepaste wetenschap, want zoals gezegd, ja, we hebben een enorme hoeveelheid challenges en problemen die we proberen op te lossen met elkaar. En daar hebben we hele slimme jongens en meisjes voor nodig. En dat is niet meer in de zogenaamde oude industrie, hè, de olie en gas. Hè, maar dat zit in vormen zoals methanol, ammonia, waterstof, dat soort moleculen. Maar ook in elektronen en het gebruik van nieuwe oplossingen die vanuit de internet en IT-space komt. Het gebruik van artificial intelligence, machine learning en dat soort zaken die eigenlijk ons meer inzicht geven in wat we al weten. En ons opportunities geven om nog beter te zijn door het gebruik van alle data die we met elkaar binnenhalen met allerlei sensoren. En daar hebben we dus ook hele slimme jongens en meisjes van ook. Dus het vakgebied van chemie, scheikunde, gekoppeld aan de interesse bijvoorbeeld in het programmeren in dingen zoals Python. Dat zijn eigenlijk de opportunities die heel veel industrieën nastreven en ook wij. En ja, dit is voor ons een opportunity om jullie aan te moedigen om op deze ingeslagen weg voor te gaan. En te proberen om zeg maar ons als maatschappij vooruit te helpen met jullie kennis en kunde die je zometeen na afstuderen kan gaan inzetten in de maatschappij. Dankjewel Paul voor je zeer aardige bijdrage. Al zagen we je niet in beeld, het kwam toch goed aan allemaal bij mij. En ik denk ook bij de prijswinnaars en de andere toeschouwers. En ik nogmaals mijn hartelijke felicitatie ook aan de winnaars van de aanmoedigingsprijs. Dan gaan wij nu over, dan moet ik even een blaadje van mijn vele pagina's stellen, de draaiboek even omslaan. We gaan nu over naar de Lorenz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde. En dat is ook een prijs waar aan een bedrag van 3000 euro is verbonden. En ik wou graag Carlo Beenhakker vragen, die is voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het Lorenz Fonds. En prijswinnaar Lotte Mertens van de Universiteit van Amsterdam om hun camera en geluid aan te zetten. En dan geef ik met heel veel plezier het woord aan Carlo, die iets gaat vertellen over fonds en over het belang van het vakgebied, sponsoring. En hij zal uiteraard Lotte toespreken. Carlo. Dank u wel. Ik mag kort iets zeggen over het Lorenz Fonds. Het Lorenz Fonds is opgericht in 1925 bij gelegenheid van het Gouden Doctoraat. Dus 50 jaar na de promotie van Hendrik Antoon Lorenz. Hendrik Antoon Lorenz was lid van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Het Gouden Doctoraatsfeest werd ook daar in het Hodsonhuis gevierd. En hij was hoogleraar Theoretische Natuurkunde in Leiden en Nobelprijswinnaar. De grondlegger van de theoretische natuurkunde in Nederland. Het doel van het Lorenz Fonds is om de theoretische natuurkunde in Nederland te bevorderen. Het is dus geen Leidse prijs, als sommige mensen dat misschien denken. Nee, het is echt een Nederlandse prijs. Het kapitaal voor het Lorenz Fonds, dat is wel aardig om te zeggen, dat is opgebracht door vrienden van Lorenz. Ik heb het opgezocht. 2400 vrienden van Lorenz in Nederland en in het buitenland hebben een soort crowdfunding avant la lettre, hebben dat geld opgebracht. En als bewijs daarvan bezit de Hollandse Maatschappij, of misschien dat het in het Tijdens Museum is, in een van beide, is een doosje. Ik heb het opgezocht, ik vind het prachtig om dat voor te lezen. Een ladekastje uit koromandelhout met ingelegde initialen van satijnhout. En in dat doosje zitten kaartjes, visitekaartjes, van alle 2400 contribuanten aan deze crowdfunding actie. En van dat Lorenz Fonds kunnen we nu dus deze prijs uitreiken aan Lotte Mertens. Lotte, ik wil je van harte hiermee feliciteren. Je hebt een bijzondere scriptie geschreven. Ik vind hem bijzonder omdat je best wel een risicovol project gedaan hebt.
zeg maar, fouten ontdekken in de kwantumfysica. Ik krijg regelmatig e-mails en brieven van mensen die een fout ontdekt hebben. Meestal is het in de relativiteitstheorie van Einstein, maar soms ook in de kwantumfysica. En daar deugt over het algemeen niks aan. Dit soort bouwwerken die 100 jaar bestaan, daar kun je niet zo makkelijk een gat in prikken. Maar jij hebt toch wel een heldhaftige poging daarin gedaan. Door je af te vragen of niet-lineariteiten misschien, ja, raadsels uit de kwantumfysica, met name de overgang van de klassieke naar de kwantummechanica, kunnen oplossen. Dat is niet een probleem wat je 1, 2, 3 hebt opgelost, maar je hebt toch een aantal sporen uitgezegd die verder onderzoek, ja, waard zijn. En ik heb ook gezien dat je doorgaat met je onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Jouw begeleider daar was Jasper van Wezel, een oud-Leidenaar, die ik ook wil feliciteren bij deze prestatie. En ik zag ook staan Dresden, waar ik ook een aantal goede vrienden heb zitten. Ik weet niet of die jou daar hebben gaan begeleiden, Jeroen van der Brink met zijn vrienden. Maar ik vind het wel, dat is oké, dat is mooi. Er zijn een hoop Leidse connecties die mij bevallen. Maar het is een Amsterdamse prijs. En ik wil je daar van harte mee feliciteren. En ja, nu zou ik je eigenlijk die prijs willen overhandigen, maar dat kan ik niet doen, dus dat doe ik niet. En ik geef nu het signaal voor het filmpje. Have you ever noticed that in science fiction movies, when directors want to explain something impossible, such as time travel, they drop in the word quantum to make it seem plausible? They get away with this because quantum mechanics is not yet fully understood. One of the main problems with quantum mechanics is that it describes small scales of particles, but not the large scales that we, as humans, perceive. This behavior of the two regions even contradicts each other. A problem, more commonly known as the quantum measurement problem, and the topic of my master's thesis. My name is Lotte Mertens, and I propose a new model that derives the quantum probabilities from an evolution process, instead of a Schrödinger. This novel approach to the quantum measurement problem connects the physics of both scales. My thesis was awarded with the Young Tennant Lawrence Graduation Prize for Theoretical Physics. I feel honored and I want to thank the Lawrence Fonds and the Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen for this prize. I also want to thank the other members of the team, the University of Amsterdam and my supervisor Jasper van Wezel for encouraging me to take risks. And I hope to inspire other people and especially other women to also take risks, to be bold and to follow their passion in science. Super Lotte, leuk filmpje en zeer van harte gefeliciteerd. Carlo, dankjewel wel voor jouw bijdrage. En ik wil jullie vragen om je geluid en je camera weer uit te zetten. En als dat is gedaan, dan gaan we over naar een volgende hoeveelheid aanmoedigingsprijzen, namelijk 8 van elk €500. Die zijn gesponsord door de Stichting Fysica. En die gaan uiteraard naar natuurkunde. En ik wil dan vragen aan Piet Mulders, penningmeester van de Stichting Fysica, om zijn camera en geluid aan te zetten. En intussen ga ik dan de namen noemen van de 8 winnaars. Dat zijn Alex Koling van de Universiteit Leiden, Maurits Vlos van de TU Eindhoven, Romali Grijpma van de Universiteit Twente, Alex Hanrad, Universiteit Amsterdam, Thijs Hoevenaars, Radboud Universiteit Nijmegen, Johan Polet, Rijksuniversiteit Groningen, Anna Reinhold, Universiteit Utrecht en Leonardo Bienhoven tenslotte van de TU Delft. En om deze 8 uitblinkers toe te laten spreken, geef ik graag het woord aan Piet Mulders. Dank je, René. En met heel veel genoegen wil ik iets zeggen over de Stichting Fysica en ook even jullie allemaal feliciteren met deze prijs. Even net als bij het voorgaande, de Stichting Fysica is ook zo'n stichting die een kapitaal beheert. Alleen is dat kapitaal niet opgebracht door in crowdfunding, maar doordat de Nederlandse Natuurkundige Vereniging in 1948 besloot de rechten van het tijdschrift Fysica, vandaar de naam Fysica met PH, over te dragen aan Elsevier.
En dat hebben ze gedaan en tot heden draagt Elsevier ieder jaar een aantal, een bedrag bij, corresponderend met royalties voor dat tijdschrift. De stichting die besteedt haar de opbrengsten en, van, en de nog steeds binnenkomende bijdrage aan onder andere de subsidiëring van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, maar ook voor allerlei activiteiten als symposia, prijzen zoals deze en ook outreach activiteiten, denk aan natuurkunde.nl waar we een regelmatig een bijdrage hebben geleverd en de Natuurkunde Olympiade en nog veel meer. Let maar op, in het komende jaar bestaat de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 100 jaar en ook daar worden een aantal activiteiten georganiseerd die deels ook gesponsord worden via de Stichting Fysica. Nou, dat brengt mij bij de prijswinnaars. Van een aantal is bij de voordrachten iets gezegd over waarom ze zijn voorgedragen. Nou ja, de cijfers liggen er niet om. Zoals al gezegd, die waren heel hoog. Volgens mij boven de 9 gemiddeld. Ik wil toch twee dingetjes noemen die daar genoemd zijn door degene die, ze hebben, die de voordracht hebben gedaan. Dat is het vinden van je draai. Dus een van de prijswinnaars, ik zal de naam nu even niet noemen, want ik zou het moeten gaan opzoeken. Net zoals René, je moet iedere keer je papiertjes bij de hand houden. Maar die heeft eerst andere dingen gedaan. HBO-opleiding en op een gegeven moment vind je je draai. Zijn cijfers waren niet zo hoog op de middelbare school en opeens komt hij hier met heel hoge cijfers tevoorschijn en is de beste van zijn jaar, want dat zijn jullie allemaal. En een ander punt wat ik nog heel even wil noemen is ook de betrokkenheid, bijvoorbeeld bij evaluaties van de studie, dus bijdragen aan de kwaliteit van de studie voor de studenten in het komende jaar. En ja, ik ben er bijna van overtuigd dat jullie allemaal daar het beste voor hebben en daaraan bijdragen. Dus van harte gefeliciteerd met deze prijs. En succes in je verdere studie en verdere carrière. Dankjewel Piet. Ik vond het ontzettend leuk dat je als achtergrond, jou wel gelukt is om de achtergrond van de Hollandse Maatschappij te, achter je te krijgen. Namelijk, dat is namelijk de aula waarin de prijs normaal gesproken zou zijn uitgereikt. En zo zien de winnaars ook nog eventjes iets van het Hotsmanhuis van binnen. Dankjewel daarvoor, Piet. En van je stichting gaan we dus nog veel horen. Het komend jaar leuk. Verheug me erop. Super, ja. Dankjewel. Oké. En Lotte nogmaals, prijswinnaars, de 8 prijswinnaars, nogmaals van harte gefeliciteerd. Inderdaad. Dan, de naam ASML werd net al genoemd door Paul Mak. Die sponsort de afstudeerprijs voor wiskunde. En dat is een prijs van 5000 euro, maar die wordt dit jaar gedeeld door 2 winnaars. De jury kon het niet verantwoorden om één van beiden te passeren voor de prijs. Dat is een unicum. Staat hier, en dat zal dan ook wel zo zijn. En we hebben hier in de uitzending, wil ik zeggen, we hebben John Koster. En die is VP D&E. Design, Automation en Embedded Systems, Metrology en Machine Control, een heleboel mond vol, bij ASML. En we hebben dus die 2 laureaten, Daan Rutte van TU Eindhoven en Pim Spelier, ik hoop dat ik het goed uitspreek, of Spelier misschien gewoon, van de Universiteit Leiden. En ik wil deze 3 vragen om hun camera en geluid aan te zetten. En daarbij wil ik eventjes nog zeggen dat Daan Rutte, die doet dat vanuit Georgia, een staat waarvan we veel hebben gehoord de afgelopen maanden, waar hij promovendus is aan de Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering. En Daan kreeg eerder in 2016 ook al een jong talent aanmoedigingsprijs, natuurkunde, toegekend. En nu krijgt hij dus een wiskundeprijs. In 2017 won Pim, en ik noem hem gewoon Spelier, net geen jong talent aanmoedigingsprijs wiskunde. En zijn cijfergemiddelde in het eerste jaar was 9,31 en dat van de winnaar 9,38. En nu geef ik graag het woord aan
John Koster. Ik hoop dat ik goed te horen ben. René, dankjewel voor de introductie. Voordat ik mij wend tot de prijs en winnaars, wil ik even wat zeggen over het belang van het vakgebied wiskunde voor ASML. Het zal geen verrassing zijn, maar wiskunde is de taal van onze engineers. En we gebruiken het om onze problemen te beschrijven en natuurlijk ook op te lossen. En daardoor verbindt wiskunde de diverse disciplines in het bedrijf. Maar daarnaast worden de prestaties van onze machines in toenemende mate bepaald door het gebruik van wiskunde of wiskundige modellen. En daarin beschrijven we zelfs de kleinste variaties in het systeem. En als jullie het nieuws de afgelopen maanden bij hebben gehouden, en dan hebben jullie gehoord over een nieuwe telefoonchip die gebaseerd is op 5 nanometer EUV-technologie. En een chip zoals die zou simpelweg onmogelijk zijn zonder het gebruik van tal van wiskundige modellen. En als ASML zijnde willen we dit belang graag onderstrepen. En met de sponsor van deze prijs dragen we dit bij. En natuurlijk willen we in contact komen en blijven met al het jong talent in Nederland en ver daarbuiten. Dan zou ik me nu willen wenden tot de prijswinnaars. Zoals René al aangaf, is de jury er niet in geslaagd om tot één enkele keuze te komen. En hebben ze 2 winnaars dit jaar voorgesteld. En dat is inderdaad, in al die jaren, en ik dacht dat ik nu de 8e keer is dat ik de prijs uitreik, is dit nog nooit eerder voorgekomen. En ik zou even eerst wel beginnen met het uitreiken van de prijs aan Daan Rutte. Daan is een uitzonderlijk wiskundetalent die zich erg breed oriënteert. En ik kan je vertellen, dat zie ik eigenlijk heel erg graag. Zeker ook in een bedrijf als ASML, waarbij die brede interesse juist tot tal van innovaties leidt. Wat al gezegd is, Daan heeft een dubbele bachelor wiskunde en natuurkunde gedaan. Heeft er ook een aanmoedigingsprijs voor gekregen. En is toen in zijn master doorgegaan met toegepaste wiskunde, maar ook met computer science. En als ik kijk naar het werk wat Daan gedaan heeft, dan heeft hij zich bezig gehouden met de inzet, het ontwikkelen van slimme algoritmes voor power-aware load balancing. Dat is eigenlijk een eigentijds relevant onderwerp. Met name het inzet van met slimme algoritmes wordt geprobeerd om het stroomverbruik bijvoorbeeld in datacenters te verminderen. Die datacenters die zijn de afgelopen jaren explosief gegroeid om met name de datavraag van het internet te kunnen hanteren. En bijvoorbeeld een bedrijf als Google slaagt erin door de inzet van slimme algoritmes om die energieverbruik met een 40% te reduceren. Maar voor wiskundigen is het eigenlijk veel interessanter om een algoritme te maken wat niet uitgaat van een voorspelling, maar eigenlijk een inschakel-afschakelstrategie te bedenken die eigenlijk dicht in de buurt komt van eigenlijk het optimaal haalbare. En Daan is daar erg goed in geslaagd en zal er binnenkort ook over publiceren. Zoals al gezegd, inmiddels is Daan begonnen met een promotieonderzoek aan Georgia Institute of Technology in Atlanta. En ik wil dan Daan heel veel succes bij wensen. En ik heb hier bij mij de mooie oorkonden waarvoor wij zullen zorgen dat die zo snel mogelijk bij Daan afgeleverd wordt. Dus Daan, proficiat. En als ik het goed begrijp, gaan wij nu kijken naar een filmpje van Daan. Goedemiddag. Mijn naam is Daan Rutte en ik ben onlangs afgestudeerd van de Eindhoven University of Technology. Ik wil graag ASML hartelijk bedanken voor deze prachtige prijs. En ik wil graag wat vertellen over mijn onderzoek. Mijn onderzoek gaat over datacenters. Datacenters, daar staan een heleboel servers die het internetverkeer afhandelen. Het probleem hier is dat deze datacenters ontzettend veel energie gebruiken. Om een voorbeeld te noemen. Binnenkort zal er een nieuw datacenter van Microsoft in de Flevopolder gebouwd worden. En de datacenter gaat evenveel energie gebruiken als de hele stad Amsterdam. Misschien kun je wel voorstellen dat het heel belangrijk is om de energieverbruik te optimaliseren. Dat is precies waar mijn onderzoek over gaat.
Wat ik doe in mijn onderzoek is, ik stel een algoritme voor dat dynamisch servers aan- en uitzet in het datacenter om energie te besparen. Maar het is wel belangrijk om dit slim te doen, want je wilt natuurlijk niet dat de gebruikers die de websites laden en van de servers gebruik maken, een langzamere verbinding krijgen. Dus hiervoor stel ik een slim algoritme voor, die rekening houdt met voorspellingen van hoeveel gebruikers gebruik maken van de server en op basis daarvan dynamisch het energieverbruik optimaliseren. Ja, dan ga ik door met de tweede winnaar. Dankjewel Daan voor het uitleg. De tweede winnaar is Pim Spelier. Ook Wim is een uitzonderlijk wiskundetalent en heeft zich meer gespecialiseerd in de algemene meetkunde. En als student won Wim al 3 gouden medailles op internationale wiskundecompetities. En het is denk ik ook niet zo vreemd dat hij daarvoor bij de wiskundeolympiades ook al als scholier hoog scoorde. En ik vind het erg leuk om te lezen dat nog steeds op dit moment Pim de begeleiding heeft gedaan van diverse scholieren die deelnemen aan de wiskundeolympiade. Pim heeft zich bezig gehouden met een klassiek onderwerp in de wiskunde, namelijk het oplossen van polynomiale vergelijkingen en dan met name die in het bijzonder oplossingen in gehele getallen. Denk bijna iedereen weet nog wel uit zijn middelbare schooltijd, op het moment dat je te maken kreeg met Pythagoras, dat de oplossing van de vergelijking x kwadraat plus y kwadraat is 6 kwadraat, dat 3, 4, 5 daar een oplossing van is. Een andere die misschien nog een keer is 5, 12 en 13. Wat voor wiskundigen natuurlijk erg interessant is, is om te kijken wanneer heeft zo'n vergelijking nou eindig of oneindig veel oplossingen. En de wiskunde houdt zich daar al meer dan 2000 jaar mee bezig. En dat heeft geleid tot diepgaande, zuivere wiskunde, die in tal van wiskundige probleemstellingen is verwoord en is terug te vinden. Pim heeft zich deze stof erg goed eigen gemaakt en werkt hier in deze materie op een erg hoog niveau. En zal ook zijn werk in deze omgeving binnenkort publiceren. Pim gaat verder aan de Universiteit Leiden met een promotieonderzoek. En ik wil Pim daar erg veel succes mee wensen. En ook aan hem, Pim, de oorkonde voor het behalen van de ASML afstudeerprijs voor de wiskunde. En dan gaan we nu even kijken naar een filmpje van jou. Hallo, ik ben Pim Spelier en ik ga kort iets vertellen waar mijn scriptie over ging. Kort gezegd ging het over het oplossen van vergelijkingen. Dus bij een vergelijking, denk dan bijvoorbeeld aan y is x kwadraat, de vergelijking van een parabool. Bij zo'n vergelijking kan je heel veel vragen stellen. Bijvoorbeeld, zijn het aantal oplossingen eindig of juist oneindig? Waar ik met mijn scriptie mee bezig hield, is een concretere vraag. Namelijk, als iemand een keertje aanklopt met zo'n vergelijking, kan je dan ook een lijstje maken met alle oplossingen, plus een bewijzen dat ze ook allemaal zijn, dat je er geen vergeten bent. Hiervoor gebruikte ik de methode van Chabotis, die een vergelijking ziet als een meetkundig object, zoals we y is x kwadraat zagen als een parabool, en vervolgens allemaal meetkundige trucjes gaat doen op dat meetkundige object, die vervolgens iets zeggen over de oplossingen van de oorspronkelijke vergelijking. In mijn scriptie heb ik een nieuwe variant van deze methode ontwikkeld. Ik heb deze geïmplementeerd en ik heb er ook een nieuw geval mee weten te kunnen doen, wat de oude versie van Chabotis niet lukte, op deze manier. En nou, hartelijk dank voor het luisteren en tenslotte nog bedankt aan mijn scriptiebegeleider Bas Eriksoven en aan de sponsor van deze prijs, ASML. Super, beide. Ik zag Daan in mijn scherm al heel begripvol knikken toen Pim zijn verhaal uitlegde. Knappe koppen onder elkaar, die snappen dus de dingen allemaal. Hartstikke leuk. Leuk dat je erbij bent, Daan, in Georgia. Echt van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs. En niet te veel balen dat je maar 2,5 krijgt in plaats van 5.000. 2,5 is ook een prachtig bedrag, natuurlijk.
Dan wil ik John heel graag danken voor de bijdrage en voor de laudatio's voor de twee prijswinnaars. Weer het verzoekknopje weer even uit te doen, zodat je niet te veel de lijn verstoort. En dan na John gaan wij zo over naar Gerrit Timmer, de CSO van Ortec, die negen prijzen van aanmoedigingsprijzen wiskunde gaat uitreiken, zeg ik dan maar. En dan is het bedoeling dat ik weer even die namen noem. En dat ga ik nu heel graag doen. Dat zijn Tim van Dijk van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat is Joaf Eschel van de Vrije Universiteit Amsterdam. Koen Lichthart uit Eindhoven. Jefta Pruim Groningen. Wijting Sun Universiteit Twente. Jorre T. van de Universiteit Leiden, Jim van der Ven, TU Delft, Emiel Wiedijk, Amsterdam, UvA, en Richard Wolfs, Universiteit Utrecht. Van harte gefeliciteerd allemaal met deze mooie prijzen voor wiskunde en technische wiskunde. En ik geef nu dus graag het woord aan Gerrit Timmer, en die gaat iets vertellen over Ortec en het belang van het vakgebied en de sponsoring. En hij zal jullie van harte toespreken. Ja, mijn naam inderdaad Gerrit Timmer. Ik ben een van de oprichters van Ortec en momenteel Chief Science Officer. Ik ben heel blij vandaag een bijdrage te kunnen leveren aan deze feestelijke bijeenkomst. Ja, feestelijk natuurlijk een beetje apart vanwege de omstandigheden. Maar toch een heel feestelijke bijeenkomst. Waarbij ik grote waardering heb voor alle prijswinnaars in alle categorieën eigenlijk. En want het belang van beta en wiskunde, ja, voor ons in het bijzonder, is heel erg groot. En daarmee blij een bijdrage aan deze bijeenkomst te kunnen leveren. Ja, het belang van wiskunde groot, dat blijkt eigenlijk ook al wel uit de slogan, de tagline die Ortec in de regel gebruikt. En die is, ja, Ortec, wij gebruiken onze passie voor wiskunde om waarde te creëren voor onze opdrachtgevers en de maatschappij als geheel. En het is niet voor niks dat die passie voor wiskunde echt juist al centraal in onze tagline staat. Dat doen we inmiddels met meer dan 1000 mensen, allemaal met een hele kwantitatieve achtergrond. Veel wiskunde gestudeerd of iets IT of econometrie. In ieder geval allemaal sterk kwantitatieve opleidingen. En wat we daarmee doen is die wiskunde bruikbaar maken, waarde laten creëren in werkelijk alle sectoren wel van de samenleving. Maar blijkt dat dan mogelijk is. We doen dat heel veel in de logistiek. Transportproblemen, hoe bedrijven als Coca-Cola, DNL, TNT hun logistieke processen kunnen optimaliseren. Maar ook in vele andere sectoren, zoals bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Iets wat natuurlijk dit jaar ook zeer in de belangstelling staat. Wiskunde wordt al heel lang in de gezondheidszorg gebruikt. Overigens liep de gezondheidszorg niet echt voorop. Maar de laatste jaren is daar zeker een inhaalslag aan het gebeuren. En dit jaar met corona gebeurt daar echt ook heel veel extra. Vanuit Ortec bijvoorbeeld werken we echt ongeveer voor alle ziekenhuizen om te kijken hoe de enorm gewijzigde omstandigheden die er nu zijn, hoe je in die gewijzigde omstandigheden en met ook trouwens heel veel meer personeel, tussen half maart, half april zijn er iets van 20.000 verpleegkundigen bijgekomen die actief zijn geworden in de Nederlandse ziekenhuizen. Ja, dat leidt natuurlijk tot enorme puzzels over wie gaat nou precies wat doen en hoe ga je al die mensen nou zo effectief en zo nuttig mogelijk inzetten. En bij dat soort processen speelt wiskunde ook echt een hele grote rol. Dat wiskunde cruciaal is, dat is daarmee hopelijk voldoende duidelijk geworden. En daarmee ook heel blij dat wij ook een rol kunnen spelen in deze aanmoedigingsprijzen. Ik heb grote bewondering voor alle prijswinnaars. Ik moet zeggen, toen ik net met mijn studie begon, was ik nou niet zo gemotiveerd en daarmee niet per se de allerbeste student. Dat heeft zich later gelukkig wel bijgetrokken. Dat jullie een zo geweldige eerste stap al hebben gezet, dat geeft heel veel hoop voor de toekomst. Ik hoop dat jullie nog vele vervolgstappen zullen zetten en daarmee ons allen vooruit helpen. Ofwel door op universiteiten de wiskundige kennis verder te laten toenemen, waar zeker behoefte aan is, dan wel door dat in de praktijk te gaan toepassen. Waar het dan ook maar toe leidt, ik wens jullie daar alle succes bij. En nu
in eerste instantie heel erg gefeliciteerd met deze prijs. Dank u. Dankjewel Gerrit voor dit interessante en leuke verhaal. Nogmaals mijn hartelijke felicitaties aan de 9 prijswinnaars. En ik vraag jou ook om even weer je camera en je geluid uit te zetten, uiteraard. De KNVI Kiwi-scriptieprijzen voor informatica en informatiekunde. Een eerste prijs van 3.000 en twee prijzen van elk 1.000 euro. I see I'm supposed to introduce this in English. Well, these are the KNVI, KIVI prizes for informatics. I have to say that the Koninklijk Instituut van Ingenieurs, KIVI, is a new sponsor. And this time for the first time, and we hope to be able to receive them next year in our house in Haarlem, the Hodson House. Sandra De Waard is the secretary of KNVI, and Salim Hadri is the president of the Department of Informatics at KIVI. Lots of K's and I's. And the prize winners are Cindy Leuwe, University of Amsterdam. She's German. Lucas Miedema, Universiteit Twente. And Matt Skripchik, he is from Delft. He's the Technical University Delft. Please switch on your camera and your microphone. And I'm pleased to announce here Salim Hadri and Sandra De Waard. Thank you, René. Thank you for the introduction. So we are from the KNVI and the KIVI. You introduced us already. Our organizations are both proud and honored to be handing out the thesis awards to these brilliant young people. In our professional associations, we take supporting those new upcoming talents very seriously. In the current times, there is continuous progress and evolution in the field of expertise of the engineers, as well in the domain of information professionals. And that evolvement is driven by research, by experiments, and by the relentless pushing of boundaries of knowledge and practical application. In this country, we are fortunate to have universities that stimulate and support this. And we're also blessed to have students who do not shy away from a challenge and who take that additional leap. As a professional association, we owe these nominees great gratitude, but also every other student that takes their studies seriously. You are literally the future of our professions, and we warmly welcome you into our fields of expertise and into our communities. This year, there were 22 nominees for the KNVI KIVI Thesis Awards, and all 22 candidates have received very high ratings from their own universities, and they have come highly recommended. All the theses were very well composed, and they included parts that were understandable for the layperson as well. I have tried some parts of it, and I understood some parts of it. The best thesis also showed great depth and insight. Judging the thesis was done in two rounds, where the first round resulted in selecting the best six. And there the jury had a very difficult task. Of course, this is often mentioned in these kind of competitions, but I understood that this time it was really, really a hard task. The scientific level of the six best theses was exceptionally high, and all of the candidates already had articles in leading conferences. The Royal Dutch Associations of the information professionals and of the engineers are very grateful to the members of the jury of the society for this careful reviewing process. And we are delighted with the opportunity to sponsor these prizes and to hand out these awards. Now, I'm very pleased to hand over to my colleague, Salim Hadri, who is the chairman of the informatics department of the Royal Dutch Association of Engineers, to hand out the first prize. I will start in German. Sehr geehrte Frau Löwe, liebe Cindy.
That's what he's doing English now. The Royal Holland Society of Science and Humanities awards this first KNV Kiwi Thesis Prize for Informatics and Information Science to you. Cindy Leu, for your impressive master thesis entitled Greedy Infomax for Self-Supervised Representation Learning. We congratulate you with this great honor and will share some words of the jury with you and the audience. Cindy Leu completed her thesis at the master program Artificial Intelligence of the University of Amsterdam. The thesis of Cindy Leu addresses a pressing challenge in artificial intelligence and data science. Deep neural network algorithms are responsible for breakthroughs in a large variety of application domains. However, these algorithms require huge labeled datasets and ever-increasing computer resources to be trained successfully. Progress in AI is hampered by these requirements. Inspired by biological principles, Leu invented a solution that breaks up the deep neural network in similar components that can be trained and relatively independently without requiring labels, which is very impressive. The impact of her work is understood by her paper on this topic that was accepted for an oral presentation of the most prestigious conference in the field called NeurIPS. Her contribution to this conference received an outstanding New Direction Paper Award. The jury of the KNVI Kiwi Thesis Prize for Informatics and Information Society recognizes the extraordinary talent of Cindy Leu and was impressed by the clarity of the thesis and the associated open source approach, which is great. You help people in the field to build up on your work. The KNVI and Kiwi congratulate you and your loved ones who are undoubtedly also watching with this first prize and wish you all the best for the next steps in your career. I would now like to switch to the video of Cindy where she explains in more details and tells a bit more about herself. Hello, my name is Cindy Leu and I am a PhD student at the University of Amsterdam. With this video, I would like to express my sincere gratitude towards KNVI and KIVI for awarding me with the Thesis Award for Informatics. My master's thesis in artificial intelligence revolved around artificial neural networks, the method that stands behind essentially all of the recent AI breakthroughs. I developed a new algorithm that enables me to break up an artificial neural network into smaller, more manageable parts that work independently while preserving the performance of the network as a whole. This result is highly relevant for the Internet of Things, for example, which has brought along vast amounts of devices capable to communicate with one another. Instead of having to create one large model in the cloud that accumulates and processes all of the raw user data, my algorithm could enable these devices to smartly pre-process their data before sharing it. This would not only lead to higher efficiency, but could improve our privacy as well. Thank you. The second prize. Geachte heer Middema, beste Lucas. The second prize is awarded to your thesis. The title of your thesis is Improving Interpreter Performance for Super Instructions. This is a topic about complexity theory. I myself studied computer science and I know how hard it is. We congratulate you with this great honor and will share some words of the jury with you and the audience. Lucas Middema studied technical computer science at the University of Twente. The research described in the core of is described in the core of computer science, and it is based on formal methods. In computer science, specifically in software engineering, formal methods are mathematically rigorous techniques for the specification, development, and variation of software systems. The use of formal,
formal methods is motivated by the expectation that performing the appropriate mathematical analysis can be contributed to the reliability of robustness of a design. The research question is well motivated, and the goal is to improve the performance of Java virtual machine interpreters. The proposed algorithms finds near optimal solutions of NP-hard problems. NP-hard problems are complex problems that can be solved in polynomial time, and you need exponential computing power. So this is really complex. The problem is viewed from many angles, and the writing style is clear. The implementation elements of super instructions are analyzed and prioritized step by step. It shows a deep understanding of what matters in software development. The jury is impressed by the results and the awards of the thesis of Lucas Middema, the first share of the second prize. The KNVI and KIVI congratulate you and your loved ones who are undoubtedly watching with the second prize, and wish you all the best in the next steps in your career. Welcome to the community of engineers. We'll now go to the next video of Lucas, where he tells more about himself and the details of his research. Please. Hallo, mijn naam is Lucas Middema en dit is mijn masterthesis in het kort. Het onderwerp van mijn masterthesis is QuickInterp, Improving Interpreter Performance with Super Instructions. In een interpreter heb je voor elke instructie een zogenaamde instruction handler. En dat is een stuk code om die instructie uit te voeren. In het geval van de Java Virtual Machine waarop ik gefocust heb, zijn er 202 verschillende instruction handlers, want er zijn namelijk ook maar 202 verschillende instructies. Een superinstructie is een speciale instructie die je aan een interpreter toevoegt om het werk van meerdere instructies in één keer te doen. En op die manier heb je in je programma minder instructies nodig. Moderne processoren zijn veel sneller in het uitvoeren van een paar lange stukken code, dus zijn veel geschikter voor het uitvoeren van deze superinstruction handlers die je daardoor krijgt. En daarom kan het ook nog voor een prestatiewinst zorgen. In mijn onderzoek heb ik de superinstructie optimalisatie toegevoegd aan OpenJDK 0 en aan Java Virtual Machine programma's op het moment dat ze geladen worden. En daarmee zag ik dat de superinstructieoptimalisatie nog steeds relevant is, met een prestatieverbetering van 33% in een Spring Boot webapplicatie benchmark. Ook heb ik laten zien dat er nog heel veel interessante dingen te onderzoeken zijn op dit gebied en dat het onderwerp gewoon nog lang niet uitgeput is. Ik wil het KNVI en het KIVI enorm bedanken voor deze prijs. En ook wil ik mijn masterthesis supervisor, Marieke Huisman, enorm bedanken, want ik weet eigenlijk wel zeker dat ik zonder haar hier vanmiddag niet op jullie beeldscherm had kunnen staan. Als je meer wilt weten, check github.com/LucasMiedema. Daar kun je de code vinden en ook nog een link naar mijn thesis zelf. En dat was het dan. Dankjewel, Lucas. In het Pools dan. Drogi panie skrupczyk, drogi maciezu. It is my great pleasure to announce that the other second prize goes to your thesis. The title of your thesis is Dynamic Time Division Multiple Access in Noisy Intermediate Scale Quantum Device Networks. And you wrote it whilst graduating at the Delft University of Technology. The topic of your thesis is from the domain of quantum networks, where networks between ordinary computers have reached high levels of sophistication. Networks between quantum computers have to be reinvented from scratch due to the extraordinary character of the basic material computers are made of, namely their bits. I've learned they're called qubits. Those quantum bits are very different from binary bits, and in computation and transfer, they behave very differently. To the appreciation of the jury, your thesis takes time to explain these differences to professionals. In chapter 4, introduction of a new algorithm to schedule quantum networks is simple yet convincing. The jury also has an appreciation for the format and the delivery of the thesis. They're happy with the results, and therefore they award you the second chair of the second prize to this thesis. KNVI and KIVI congratulate you from the bottom of their professional hearts and with this second prize, and we wish you all the best for the next steps in your career, which currently leads to a PhD, as I understand it. Please start the clip of Matt's explanation of his research. Hello, my name is Matt Skrzypczyk, and I'm a PhD student at the Technical University of Delft in the research group of Stephanie Wehner. I'd like to thank the Royal Dutch Societies of Engineers and Information Professionals for rewarding me one of the second Young Talent Thesis Prizes in Computer Science and Information Sciences of 2020.
It's a huge honor to receive this reward when there's so many viable candidates across the Netherlands, and I'm very thankful for it. I'd also like to thank my thesis supervisor, Stephanie, for all of her guidance and for making this possible. The subject of my master's thesis was on the design of a network architecture for quantum networks. These emerging networks aim to connect quantum computers over large distances and have the potential to revolutionize the fields of computer security, medicine, and material science, just to name a few. Connecting users and exchanging information in these networks is fundamentally different from traditional networks like the internet, and it requires novel coordination mechanisms in order to do so. In my thesis, I propose and investigate such a coordination mechanism and simulate its operation on small-scale networks using near-term quantum networking hardware. I find that using this coordination mechanism, we're able to support multiple users that have varying levels of network service requirements, thus paving the road for the first few quantum networks. Thanks, and my congratulations to you all. Very well done, very well done. And enjoy the prize. Maybe I was not very clear about how the prizes were built up. There was one first prize, as you understood, 3,000 euros, and the two second prizes were each 2,000 euros. Nu gaan we door met de aanmoedigingsprijzen voor informatica en technische informatica. 9 prijzen weer van elk 500 euro en ook weer gesponsord door KNVI en Kiwi. En dan krijgen we weer de prijswinnaars in beeld, als het goed is. Maar intussen zal ik al de namen gaan noemen. Ah, daar zijn ze. Erik Buijs, Universiteit Amsterdam. Ziyi Chen, TU Delft. Pelle Drijver, Vrije Universiteit. Alano Kling, Universiteit Leiden. Gijs Pennings, TU Eindhoven. Jacob Loeki, Rijksuniversiteit Groningen. Rodon van Tilburg, Utrecht. Poeru Weiss, Twente. En Stefan Vlastuin aan de Radboud Universiteit. Van allemaal zeer gefeliciteerd, ook jullie. En dan geef ik opnieuw het woord aan Salim, die jullie nog even gaat toespreken. Yes, congratulations everyone. We, as the Royal Dutch Institute of Engineers and the Royal Dutch Association of Information Professionals, are both very proud and honored to be handing out the encouragement awards to you, new upcoming talents. And it is very important to have a vision and be very precise in what you do. It is our hope and our expectation that this award will motivate each of you even more in your studies and in your ambitions. We hope you will make the world better, safer, and a smarter place by solving the complicated technical problems of our time. And when you solve problems, you need to be an expert, a 10, an ace in your field. Your achievements prove you are well underway. When you choose to be an engineer, it starts with embracing technology. It means that when you create solutions for critical infrastructure, you will have very low margins for error. That's why you need to be an expert, which you all have demonstrated to date. We have set our expectations quite high. You have set it quite high. So we are confident that we will see you in a few years in another award ceremony with outstanding theses. For now, please accept our warmest congratulations for winning these encouragement awards. We wish you a great day. Enjoy the feeling of being awarded a prize and let it inspire you for your achievements to come. We, the people who are already working in the fields that you are studying for, hope that you will become the future architects and the engineers of society. Have a vision and make dreams come true. You can do it. Thank you. Thank you. Dankjewel Salim. Ook dankjewel Sandra voor je bijdrage. En ook aan jullie het verzoek weer om je microfoon en je geluid uit te zetten. Microfoon en je camera uit te zetten. En again, my congratulations to these 9 winners. We hope to hear from you again. Dan gaan we de lucht in. Sterrenkunde. De Zeeuw van Dishoek afstudeerprijs voor sterrenkunde. 3000 euro, maar liefst. En dat wordt uitgereikt, dat bedrag, aan Mark Oosterloo van de Rijksuniversiteit van
Groningen. En het zijn Tim de Zeeuw, hoogleraar Theoretische Sterrenkunde in Leiden. En voormalig directeur-generaal van de ESO. En Ewien van Dishoek, hoogleraar Moleculaire Astrofysica, ook in Leiden. Om de laudatio te houden voor Mark. En Ewien zal dat doen. Welkom Ewien van Dishoek. Ja, goedemiddag allemaal. En natuurlijk vooral felicitaties aan alle winnaars die we al vanmiddag hebben gezien. Het is alweer de 7e keer dat we de Zeeuw van Dishoek afstudeerprijs kunnen uitreiken. En het is altijd weer een plezier om dat te doen. Al missen we uiteraard wel de ambiance van het mooie Hotsonhuis. Dit jaar was de competitie voor de prijs heel sterk. En de jury, bestaande uit de hoogleraren Bleker en de Groot, heeft een hele originele winnaar gekozen. Mark Oosterloo uit Groningen. Met een scriptie op het grensgebied tussen de sterrenkunde en de aardwetenschappen. De rol van plaattektoniek op de concentratie van CO2 in de atmosfeer van exoplaneten. Mark, van harte gefeliciteerd. Ik was zelf diep onder de indruk, want vaak vertel ik eigenlijk bij lezingen hoe moeilijk het eigenlijk is om de atmosfeer van aardse planeten te modelleren. Vergeleken met bijvoorbeeld de atmosfeer van Jupiterachtige planeten. Juist die plaattektoniek is zo lastig. Mijn indruk was dat je altijd wel een senior postdoc moet zijn om dit probleem aan te pakken. Maar jij, Mark, je hebt het eigenlijk als masterstudent gedaan. Nou, dat is wel fantastisch. Ook dit interdisciplinaire onderzoek binnen de nieuwe tak van de astrogeologie spreekt mijzelf als astrogenicus zeer aan. Een heel belangrijk criterium bij de selectie van de kwaliteit is de kwaliteit van de scriptie zelf. Juist in deze complexe maatschappij is helder schrijven cruciaal. In de woorden van de jury, de scriptie van Mark Oosterloo stak uit door de uitermate heldere en didactisch doordachte opzet. Door de systematische opbouw van de verschillende bouwstenen die de scriptie voor zowel astronomen als aardwetenschappers leesbaar maakt. Door de gedegen verkenning van de parameterruimte. Als ook door een kritische discussie over de gevoeligheid voor verschillende parameters en een vooruitblik naar volgende stappen in een verdere modellering. Uiteindelijk concludeert Mark dat de CO2-concentratie waarschijnlijk onder veel omstandigheden niet helemaal uit de hand gaat lopen. Wat natuurlijk goed nieuws zou zijn voor de mogelijkheden voor de leefbaarheid op andere planeten. Maar zoals hij eindigt, een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Mark, je bent nu begonnen aan een interdisciplinair promotieproject tussen Groningen en de UvA. En ik weet zeker dat jij daarin niet de zwakste schakel zal zijn. Nogmaals van harte gefeliciteerd. We gaan nu naar je filmpje kijken. Good afternoon everyone, my name is Mark Oosterloo. And I would like to use this opportunity to express my gratitude to a number of people. First of all, I would like to thank Ewine van Dishoek and Tim de Zeeuw for awarding the Graduation Prize of Astronomy of this year to my master thesis. Secondly, I would like to thank my thesis supervisors, who were Inga Kamp and Floris van der Tak. First of all, I would like to thank them for supervising this project, and secondly, also for nominating this project for the Graduation Prize of Astronomy. And as a fifth person, I would like to thank Dennis Heuny, who is a Earth scientist at the Free University of Amsterdam. His involvement in the project was also very important because of the earth science which was involved, and therefore I think thanking him is also appropriate. What we did for the project is we developed a computer model which looks at the evolution of carbon dioxide in the atmosphere of Earth-like planets. We know that Earth has a carbon cycle, which is very important for the stability of Earth's climate on long time scales. And what we wanted to do with this model is to describe how such a carbon cycle could behave on other Earth-like planets, also with eye on exoplanets. Dankjewel, Mark, voor je toelichting. En dankjewel voor Ewien voor je laudatio voor Mark. Indrukwekkend. En ik vind het zo mooi dat jullie een eigen fonds in het leven hebben geroepen. Dat is echt bijzonder.
Uiteraard, Mark, van harte gefeliciteerd. Hè, dat met name. En dat namens de KNMW en iedereen die kijkt en luistert en meedoet hier. Dan gaan we tenslotte naar het allerlaatste, de allerlaatste prijs van vandaag. ET Outreach Award. En ik meen de naam van Ewien en Tim in ET te herkennen. Dat is een nieuwe prijs. 1.500 euro. En een bijdrage daarnaast aan projectkosten, wat echt al echt tof is, 3.500 euro. En Tim de Zeeuw die gaat Eva Laplace van de Universiteit van Amsterdam, en let u een Française, die gaat hij toespreken. Ik weet niet of het in het Frans gaat of in het Engels, maar dat gaan we horen. Maar de vloer is aan Tim in elk geval. Hartelijk dank. Ewien and I decided last year to increase the endowment to make it possible to create indeed the ET Outreach Award, which indeed has something to do with our two names, but also with a legendary figure from a film that some of you may even have seen. The ET Outreach Award, which is to stimulate new initiatives by early career astronomers in communicating the results of astronomy to young persons, think of high school and elementary school students, and also the general public. And as you just already announced, the award is a combination of a prize and a subsidy for a specific proposed project. And this year's winner is Eva Laplace. I believe she's a graduate student at the UvA, and she was selected by an expert jury for her TULIPS initiative. I'll come back to the acronym in a moment. Aimed at making the results of stellar evolution theory more accessible. And let me try to explain in a few sentences what this means. In the past century, astronomers worked out the structure of the sun and all the stars using the laws of physics. We know that the stars are gas spheres leaking radiation from their surface. In fact, those of you who saw The Lion King in the 1990s will remember a discussion by the main pig, Pumbaa, who explains that the stars are bloated gas spheres leaking radiation, and then dismisses the theory. But he had it right. The energy that leaks out of the stars is replenished by nuclear fusion in the center. And this process transmutes hydrogen into helium and later on into heavier elements. And this process makes the structure of the star evolve slowly as the fuel is consumed, and depending on the mass of the star, replenished by heavier elements all the way to iron. And this theory explains that stars go through different phases during which their brightness, their color, and also their internal structure changes. And this understanding is at the basis of nearly all of astrophysics. Eva has started to create an interactive tool that visualizes what happens to a star during its life based on professional software to calculate the internal structure. And she has called this TULIPS, Tool for Understanding the Lives, Interiors, and Physics of Stars. Very clever to take a Dutch icon as your acronym. Very impressive. The tool, once it's finished, is aimed at secondary education students and also at teachers who can teach the students, and will eventually be available in multiple languages. I had the privilege of working many decades ago with one of the pioneers of stellar evolution, Martin Schwarzschild, the son of Karl Schwarzschild, who is famous for the connection with general relativity and black holes. Martin basically was the person who explained to the world why the stars have different colors. He was also a grandmaster communicator, widely acknowledged, and I'm convinced he would have enjoyed seeing this tool. Well done, Eva, and my congratulations also on behalf of Ewien. Thank you. Look forward to your movie. Hello, my name is Eva Laplace. I'm a last year PhD student at the Anton Pannekoek Institute of the University of Amsterdam. And today I'm really excited because I just got awarded the ET Outreach Award, sponsored by the De Zeeuw van Disschoop Fund. And yeah, I'm really excited about this because it will help me develop my software package, TULIPS,
the tool for understanding the lives, interiors and physics of stars further, and to make it available and accessible to anyone worldwide. And so, as the name already says it, TULIPS is a software package that helps make the theory of how stars evolve, so what also happens in their interiors, more understandable and accessible to others, to non-professionals and to researchers alike. And yeah, I'm really excited to have the chance to continue working on this. Thank you. Merci Eva et mes félicitations pour vous. En dank aan Tim en aan Evin voor de mooie laudatio's en voor jullie nou ja, toch wel geweldige manier waarop jullie zelf de sterrenkunde nog een extra push geven door deze prijs jaarlijks uit te reiken. Echt heel mooi. Dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze sessie. Hij had tot 6:15 mogen duren. We zijn 10 minuten uitgelopen, maar gezien het hele programma valt mij dat nog wel mee. Ik wil jullie even vragen om eventjes misschien het leukste om even gallery view nog aan te zetten. Dan zien we elkaar allemaal nog. En dan kunnen we zwaaien naar elkaar en een denkbeeldige toast uitbrengen op alle winnaars. I'd like to toast with you to all the winners. Cheers, I see one glass there. Lotte, you deserve it. Heel erg leuk dat jullie allemaal waren. Volgens mij hebben we een zeer geslaagde bijeenkomst gehad. Helaas, nou ja, niet in het huis, maar dat is een paar keer gememoreerd. En ik hoop jullie allemaal ooit, als jullie weer een prijs gaan winnen, in het Hodgsonhuis te mogen begroeten. En ook als jullie niet een prijs hebben gewonnen, ben je altijd volgens mij wel welkom om een keer daar langs te komen om te kijken hoe het eruit ziet. Dat staat al vast. Heel veel dank aan iedereen, aan alle juryleden, aan alle toeschouwers die er vandaag bij waren, aan alle scriptiebegeleiders, maar vooral aan alle winnaars voor hun geweldige performances die ze hebben geleverd. Gefeliciteerd nogmaals. Ik ben heel trots op jullie en ik hoop dat jullie ook heel trots zijn op jullie zelf. I'm very proud of you and I hope you're proud of yourself as well. Bye bye en dank jullie wel. Heel goed dat jullie er waren allemaal. Bye. Bye. Bye bye.